Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mijn geliefde mensen, welkom bij mijn nieuwe video. Ik ben vandaag voor het eerst hier in Gouda. Ik ga hier de mensen de vraag stellen over de beste persoon die op aarde heeft geleefd. Met name onze profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Hoe heette zijn moeder? En hoe heette zijn vader? En hoeveel kinderen had hij? Zullen ze het goede antwoord erop geven? Kijk dan mee. De vraag van vandaag is: hoeveel hou je van onze profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Heel veel natuurlijk. En jij, kan jij dat in woorden beschrijven? Nee man, het is niet in de woorden te beschrijven. Mogelijk? Nee, tuurlijk niet. Voor alles, hij doet van alles voor de mensen. En hij geeft liefde aan mensen, van alles. Ik zeg je eerlijk, ik hou van onze profeet meer dan mijn ouders. Mashallah. Is echt de iemand die kan je nooit vergeten. Mashallah. Ja, we zijn ook verplicht om meer van hem te houden dan van onszelf zelfs. Ja, klopt. Heel veel. Heel veel? Ja, heel veel. Zou jij zonder de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam kunnen? Nee. Mashallah. Ik hou heel veel. Toen ben ik geboren met mijn ouders. Toen altijd leren van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Heel, veel te veel van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Meer dan jezelf? Meer. Verplicht? Verplicht. Kan jij de liefde beschrijven? Gewoon heel veel. Heel veel? Ja. Mashallah. Hoe heet de vader van onze profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Allah subhanallah, ik had daar nog een filmpje over gekeken, ik ben het helemaal vergeten. Dus ik wist wel dat zijn vader, bij die filmpje had ik ook gelezen dat zijn vader niet als moslim was gestorven. Maar de naam is, dat is wat ik wil. Ik ga jou helpen inshallah. Hij begint met Abd. Abdu. Abdu. Hoort heel vaak. Denk misschien aan je vrienden kreeg. Abdullah. Abdullah. Oké, mashallah. De moeder van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Die zit er ook niet in, man. Nee. Begint met een elif. Maak hem af. Mi. Amira. Amina. Amina. Amina, mashallah. Abdullah. Heel mooi, mashallah. De tweede vraag. De moeder van de profeet. Even kijken. Ik zal je helpen, hoor. Begint met een elif. Amina. Amina bint Wahab. Heel netjes, mashallah. Ken jij de namen van de vader en de moeder? Amina. Zijn moeder? Zijn moeder en zijn vader is Abdullah. Allahu Akbar, mashallah. Correct. Amina. Mashallah. En volgens mij... Ga je helpen? Nee. Amina is de moeder? Ja. En de vader? Is... Begint met Abd. Abdi. Die naam heb je vaak gehoord, hè? Ja. Mashallah. Abdullah. Mashallah. Abdullah. Moeder, dat is... Dat is Aisha, toch? Dat is de vrouw. De vrouw. En... De moeder begint met een elif. Elif, elif. A. Mi. Amina. 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 Amina bint Wahab. Amina bint Wahab. Ja. En de vader? En de vader is... Abdu, maak hem af. Abdu. Is het Abdul Latif? Dat is trouwens mijn naam. Of is het Abdul Wahid? Of is het Abdullah? Abdullah. Allahu Akbar, mashallah. Goed gedaan. Nee. En de moeder? Ook niet. Alleen de vrouw weet. Vrouw? Oké, benoem eens een van de vrouwen. Amina. Amina is de moeder, mashallah. Oh, Khadija is ook een van zijn vrouwen. Khadija is een van zijn vrouwen. Heel goed, tabarakallah, mashallah. Wat zijn de belangrijkste pilaren in de islam volgens jullie? Waar moeten de moslims vooral zich aan houden? Ja, bidden volgens mij. Heel goed. Heel goed. En gekleed, hoofddoeken en... De vrouwen bedoel je? Ja. Oké, mooi. En voor jou? Ja, hetzelfde. Wat is de belangrijkste maand van de islam? Ja, suikerfeest toch? Dat is een feest. Ja. Waar de maand, de heilige maand van de moslims. Kennen jullie de naam daarvan? Ik heb geen idee. Oké, okay. Ga het makkelijk maken, dat zijn de vijf. Ramadan. Ja? Wacht even. De pelgrimstocht. Heel mooi. Ja, er zijn twee. Ja, en dan... Ik moet het weten, hè? Maar je bent geen moslim. Maar u... Ik weet het. Nee, mijn broer is moslim. Dus. Okay. Ik ga het makkelijk maken als iemand zegt wilt bekeren. Geloofsbelijdenis.
Getuigenis in het geloof. Geloofsmensen, ja. Drie. Vijf keer midden per dag. Vijf keer midden per dag. En dan nog eentje. Oh. Het geven van? Almoezen. Heel mooi, man. Hoe vaak bidden moslims per dag? Verschilt, denk ik. Maar volgens mij is de bedoeling 5 keer. Oké, netjes. Heel goed. Ja. Heb je dat geleerd van mevrouw? Ja. Nee, dat wist ik al voor. Dat wist je. Oké, mooi. Hoeveel kinderen had de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Hoeveel kinderen had hij? Ik ga jou meer keuze geven. Hè. 7 of 4 of 3? Volgens mij was het 4 als het goed is, toch? Bijna. 3. 7. Inshallah. Ik hoef alleen maar 1 naam van de dochters van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam en dan ben jij door, inshallah. Fatima. Mashallah. Nog andere toevallen? Aisha. Dat is de vrouw? Dat is de vrouw van Sima. Nog eentje en dan ga ik hem met rust laten. Nee man, dat zit erin. 6. In totaal? 6. Aardig in de buurt. 7. Heel mooi. Ken je ze? Nee, geloof. De namen daarvan? Kun je hoeveel dochters, hoeveel zoons? Ze hebben 1 zoon. 3. 3 zoons. Maar heel jong gestorven. Oké. Okay. En hoeveel dochters? Natuurlijk, hoeveel blijft er over? Blijf even kijken hoeveel. 4. 4 dochters. 4, heel goed. Kan je 1 van die 4 dochters benoemen? Ruqayya. Belangrijk. Ruqayya. Khadija. Khadija is de vrouw. Oh ja. Dat weet ik niet hoor. Mashallah. Ruqayya, Fatima, Zainab en Umm Kulthum. Dat waren ze, netjes mashallah. Onze profeet had. Hij had veel kinderen. Ja. Hoeveel? Ik weet niet precies hoeveel, maar denk ja, wat denk je dan? Ik denk hij had... Is het 7, of is het 5, of is het 3? Hij had 7, denk ik. Goed zo, inshallah. Ken jij misschien toevallig de namen van de dochters? Hoeveel dochters en hoeveel zoons? 5 dochters. 4? 4 dochters, ja. En hoeveel zoons? 3. Ken jij toevallig 1 of 2? Khadija. Is de vrouw? Ja, is vrouw van Mohammed, ja toch? Fatima. Ruqayya, ja. Zainab. En Ummu? Umm Kulthum. MashaAllah. En de 3 zoons? Ibrahim, Qasim en Abdullah. Barakallahu fik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم نستعين أو نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما شاء الله تبارك الله عليك الله أعلم Is it 7 of is it 3 of is it 5 Denk ik 7. Allahu akbar. Mashallah, je bent goed met antwoorden van de vragen. Misschien 1 naam van de dochters of van de zoons van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam benoemen? Denk ik... Niet moeilijk voor jou. Aisha. Aisha is de vrouw. Khadija. Is ook de vrouw. Ja. Fatima. Allahu akbar. Fatima Zahra. Zijn het er 5? Of zijn het er 4? Of zijn het er 7? 7 toch. Heel goed, mashallah. Kan jij misschien 1 naam benoemen? Of 2? De dochters of de zoons? Dochters. Eentje begint met Fa. Fatima. Heel goed. Hoe vaak bidden moslims? 3 keer per dag. Hoe komen jullie op 3 keer? Kan je dat even... Kan je dat... 5 keer. Heb je dit gehoord van iemand? Oké, dankjewel daar. Heel mooi, 5 keer per dag. De wereld, zou er iemand zijn die het geschapen heeft of is het gewoon zo plotseling gekomen op aarde? Weet ik niet zeker. Ik heb wel onlangs een heel leuk boek over gelezen over hoe dat allemaal tot stand is gekomen. De zelfzuchtige gen. Onze zelfzuchtige genen, dus dat is een boek aanraden. Oké. Okay. Hij is wel een beetje lang en langdradig, maar wel heel goed. En die geeft wel een mooi verhaal eigenlijk hoe dat zou zijn. Vanuit welk perspectief? Wetenschappelijk perspectief. Oké. Biologie eigenlijk. Ja, evolutionaire biologie. Oké. Ja. Okay. En voor jou? Ik geloof niet dat alles zomaar uit het niets is gekomen. Ik geloof wel dat er iets is. Het kan een god zijn, het kan een soort energie zijn. Maar wel dat het is wel iets. Ik geloof wel in iets. Oké, je gelooft toch wel eigenlijk in een soort begin? Ja. Ik geloof niet specifiek in een religie, maar wel in een
Ja, ja. Wel in, ja, precies. Gelooft u in de mensen? Natuurlijk wel. Waarin dan? Waarin in de mens? Waar specifiek in? Wat bedoel je met geloven in de mens? Gewoon als dat de mensen eigenlijk, zonder de mensen zou het leven niet bestaan. Oh, dat weet ik niet hoor. Het leven is heel lang bestaan zonder mensen. Miljoenen jaren. Ja. Uiteindelijk was het toch ergens daar bij Adam en Adam en Eva. Ja, misschien wel. Huh? Ja. Misschien wel. Dus een soort twijfelachtig als ik het zo hoor bij jullie. Voor jou wil ik nog laatst dat je een boodschap voor de kijkers hebt. Vooral voor de jongeren. Wat wil je tegen hun zeggen? Jongeren moeten gewoon hun ding blijven doen. Geen gekke dingen doen. Focus op islam. Dat zie ik de laatste tijd wat minder. Tegenwoordig zie je veel van die gekke gebeurtenissen. Zoals lachgas gebruiken, dat soort dingen. Dat moet ze vermijden. Laat positieve beelden zien. Gewoon geloof en et cetera. Kijk naar zijn vlog op YouTube. En abonneren. En luisteren naar je ouders. En blijf liefde geven aan Allah. Mashallah. Ja, Allah, ons geloof is echt de beste geloof. Allah. En onze profeet, echt de goede man. Die nooit kan je zien anders. Iemand als hem. Echt. Allahu Akbar, waar geloof ik? Doe je best. Bid allemaal 5 keer per dag. En doe je best allemaal. Het is de mooiste boodschap die je mij kan geven. Het gebed. Waar geloof mashallah. Ik ben blij voor de honk gekomen voor deze vragen voor islam, voor de profeet en Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Dan ben ik blij met hun voor de show vragen. KAW, Omari. Wat? KAW. Wat is dat? Kort akkerwijs. Huh? Kort akker. Ik heb nog nooit in mijn leven. Zeggen jullie dat graag in Gouda? Ja. Oké, dat zijn je vrienden. Oké, dat waren de groetjes van je vrienden. Geloof in jezelf. Ja. Mooi, mooi. Dat is een hele mooie. Precies hetzelfde. Precies hetzelfde, mooi. Nou, op dit moment niet echt, maar ja, volg je hart zou ik zeggen. Oké, mooi. Ja, misschien om... Ja, ik weet niet, misschien, ik weet niet of er meer religieuze kijkers zijn, maar om alle religies in hun waarde te laten. Ook geen respect. Religie. Ook geen religie, ja, precies. Mooi, mooi. Ik denk dat ik veel respect heb voor de moslims die trouw zijn in het geloof. Vergeleken met sommige christenen en sommige andere mensen. Oké. Okay. Zij zeggen wel dat ze geloven, maar ze gaan ze doen er niks aan. Bij moslims is het zo, ook al doen ze, ja, dat heb je bij iedereen, doen ze slechte dingen, maar ze gaan wel naar de masjid. Ze gaan wel doen een... Ze gaan naar de masjid, ze gaan naar de moskee. Mashallah. Moslimjongeren, ga je eigen geloof niet verwaarlozen. Wauw, mashallah. Mashallah zeggen we dan. Ja, inshallah, hè. Inshallah. God is, ze geloven hetzelfde God, maar in alle geloven, alle richtingen heb je altijd extremen. Mooi, mooi. Dankjewel. Ik wil je heel erg bedanken voor je mooie boodschap. Heb je interesse in Arabische, Koran of islamlessen die bijna door heel Nederland worden gegeven aan zowel kinderen als volwassenen? Neem dan contact op via mijn social media.